Wij staan hier vandaag bij Studio 15. En kun je mij vertellen wat wij doen bij Studio 15 vandaag? Ja, zeker. Wij hebben hier vandaag de regionale oefendag Jeugd Brabant Twente. Dat is een oefendag gezamenlijk met alle vier de korpsen. Dat is Denenkamp, Nijverdal, Zuidwest en Almelo. En dan hebben we een gezamenlijke oefendag. Dus dan doen we eigenlijk alle oefeningetjes die wij in het realistische binnen de brandweer ook doen. En dan doen we het eigenlijk op een zeer kinderlijke manier. Maar we maken ze wel bekend met de verschillende taken die wij binnen de brandweer vervullen. Wij zijn hier vandaag bij de oefendag van de Jeugdbrandweer Twente. Kun je mij uitleggen wat je eigenlijk doet bij de jeugdbrandweer? Nou, we zijn eigenlijk een soort van kweekvijver van de brandweer. Dus er wordt van alles geleerd van de brandweer vaak. Wat ons later ook van pas gaat komen. En we leren heel veel en dat bevalt ons wel. Ik vind het hartstikke leuk, hè? Ja, zeker. En aan wat voor soort oefeningen moeten we denken dan? Nou, we hebben, voor vandaag hebben we tweetal brandoefeningen. Inzet brand. We hebben, zoals je hier ziet, hierachter hebben we een technische hulpverlening. We hebben een elementaire oefening oorbundels. En we hebben nog een IBGS oefening. En een IBGS oefening, wat betekent dat? IGI's incidenten bestrijden gevaarlijke stoffen. Dus daar laten ze ook bekend mee worden. Dus hoe moeten handelen. En dat zit niet standaard in hun les- en leerstof. Maar wel we laten ze daar meer bekend worden. Wat dat precies inhoudt. En vandaag de oefendag. We hebben net al gehoord wat er allemaal is. Wat heb jij zelf allemaal al gedaan vandaag? Ja, wij hebben tot nu toe nog geoefend met de gevaarlijke stoffen. De THV, die auto hebben we daar. Of THV, ja. Die auto hebben we daardoor binnen geknipt. We hebben een inzetje gedaan met brand. En voor de rest moet nog komen. En ik neem aan dat jullie vaker dan één keer per jaar oefenen. Hebben jullie elke week iets of elke twee weken? Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, wij hebben op donderdagavond een vaste oefenavond van 2 uurtjes. En daar wordt alles behandeld vanuit een bepaalde lesstof. En zo leren we in 1 jaar tijd alles van brandweer vaak. En nou begreep ik dat wij hebben 4 korpsen in Twente. En nou begreep ik ook dat de jeugdbrandweer Twente 50 jaar bestaat op dit moment. Wordt daar verder nog aandacht aan besteed? Ja, klopt. Jeugdbrandweer Almelo die bestaat 50 jaar dit jaar. En vanavond hebben we daar een reunie van met alle oud-leden en oud-jeugdleiders. Er komt zelfs nog een oud-commandant van Almelo die echt in 1972 al bezig is geweest met het oprichten van de jeugdbrandweer Almelo. Ja, die komt hier nog een woordje tot ons richten en een sectorhoofd die komt nog het een en het ander vertellen. Ja, dus daar kijk ik alweer naar uit naar vanavond. Nou, hartstikke mooi. En heb je nou uiteindelijk dan ook ambitie om bij de brandweer te gaan? Of zeg je van nou, ik vind dit heel leuk en daarna is het wel goed geweest? Ja, ik zelf zit nog te twijfelen, maar ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. En wat maakt het brandweervak dan zo mooi? Ja, het samenwerken is gewoon heel leuk, de dingen die je meemaakt. Zoals een auto doorknippen doe je ook niet elke week, zeg maar. Dus gewoon de actie die je samen beleeft. En het is gewoon heel leuk om het samen mee te maken.